Hey allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Lien's Keuken. In deze video laat ik je zien hoe je met oude, droge kerststol heerlijke wentelteefjes kunt maken. We kennen het vast allemaal wel, de kerst is voorbij en je hebt nog wat oude stukjes stol liggen. Nou, ik zou zeggen, maak er heerlijke wentelteefjes van. Het hele recept en de beschrijving vind je onder de video. Laten we snel aan de slag gaan. Wat heb je nodig? Allereerst kerststol, wat melk, vanille-extract, een eitje en wat suiker. Nou, we beginnen met het maken voor het wentelteefjes mengsel. En natuurlijk kun je dit ook met andersoortig oud brood doen. Dit is gewoon een heel lekker wentelteefjes recept. Ongeacht met welk brood je het maakt. Nou, ik begin eerst met de melk in de kom doen. De volgorde maakt echt niet zoveel uit. Dan het eitje erbij. En ik gebruik vervolgens wat suiker en wat vanille-extract. Als je nou geen vanille-extract hebt, dan kun je ook gewoon vanillesuiker gebruiken. En dan laat je de extra suiker gewoon weg. Waar je bij dit brood wel rekening mee moet houden, omdat we kerststol gebruiken, dat is vaak al een wat zoeter brood, ook met de rozijntjes erin. Dus gebruik niet te veel suiker. Dit mix ik nu heel goed door met een garde, zodat het eitje gewoon goed mengt met de rest en het ook een beetje schuimig is. Nou, als dat klaar is, dan kan het aan de kant. En dan gaan we de kerststol in plakken snijden. En ik kies ervoor om het amandelspijs gewoon in het brood te laten. Ik vind het wel lekker als dat bakt, dat het ook wat zachter wordt en een beetje smeltend wordt. Je kunt het er ook uithalen. Maar goed, dit is in ieder geval hoe ik hem snij. Ongeveer plakken van een centimeter dik. Je kunt ze ook wat dikker snijden, maar zo vind ik het eigenlijk precies goed. En dan gaan we alweer naar het fornuis. Nou, ik zet het vuur om te beginnen best wel hoog, omdat ik de pan lekker heet wil maken. En ik gebruik altijd de combinatie van boter en olie. En ik gebruik dan altijd wel echt de roomboter, omdat ik dat gewoon het lekkerste vind smaken. En ik doe daar ook wat olie bij, zodat de boter niet te snel verbrandt. De olie kan iets heter worden dan boter. En als je een combinatie gebruikt, dan ja, verbrandt de boter gewoon minder snel. Dus dat is in ieder geval een goede tip. Nou, en dit laat ik nu lekker heet worden. En ondertussen ga ik het brood weken. En ik week het nooit te lang, want ik merk dat je anders gewoon echt hele slappe wentelteefjes krijgt en daar hou ik niet zo van. Dus ik denk dat ik ze gewoon zo'n 15 seconden in dit mengsel hou. En zoals je kunt zien is bij mij de boter nog niet eens helemaal gesmolten als ik ze erin doe. Maar dan kunnen ze gewoon rustig beginnen met bakken. Anders wordt de buitenkant al helemaal hard en bruin en is de binnenkant nog helemaal niet gaar. Dus ik begin vaak rustig en als ik merk dat de pan echt goed heet is, dan draai ik het vuur lager en laat ik ze gewoon nog even rustig afbakken. Ik leg de pan gewoon helemaal vol en dan laat ik ze dus gewoon lekker bakken. En dat spijs bleef eigenlijk heel goed zitten, dus ik zou je ook aanraden om dat gewoon niet eruit te halen. Maar je kunt dat altijd later over je wentelteefjes smeren, zoals je dat ook bij een gewoon stukje kerststol doet. Als ze lekker bruin zijn gebakken, ik denk ongeveer 3 minuutjes per kant, dan kunnen ze gedraaid worden. En dan bak je ze ook aan de andere kant, gewoon nog zo'n 3 minuutjes ongeveer. En check af en toe gewoon even of ze mooi bruin zijn ook aan de andere kant. Nou, en dan leg ik ze op een bordje. Oh, je ziet hoe lekker bruin ze zijn gebakken en de randjes waren lekker knapperig. Beetje poedersuiker eroverheen. Nou, dan is dit wat mij betreft een heerlijk recept om nog even lekker na te genieten van die heerlijke kerststol. En dat is het. Dat is hoe je met oude stukjes stol heerlijke wentelteefjes kunt maken. Natuurlijk kun je dit recept ook gewoon gebruiken met ander oud brood. Bijvoorbeeld Fries suikerbrood is ook heel lekker om wentelteefjes van te maken. Nou, ik hoop dat ik jullie weer een beetje inspiratie heb kunnen geven. En hopelijk tot heel snel. Doeg!